Hoi, ik ben Chris en vandaag loop ik mee op de bouw bij de Vriezenverburg. En we zijn in Papendrecht bij een school die wordt omgebouwd tot woningen. Ze hebben me vandaag goed te pakken, want ik heb niet één begeleider, maar twee begeleiders. Ja, ik ben ook een hele moeilijke leerling. Dit is Pieter en dit is Lennart en zij leren mij vandaag de fijne kneepjes van het timmermansvak. Nou, werkkleding aan, werkschoenen aan, helmpje op, ik ben er klaar voor. Hey Pieter. Hey Chris. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een bouwkje aan het zagen. Ja? Zoals je eigenlijk hier ziet. Zie je er eentje tussen zitten. En die moet aan die kant ook nog komen. Oké, okay, mooi. Dus ik weet niet of kan ik je helpen? Ja, tuurlijk. Ik heb er ook mooie hoeken in gemaakt. Praatje hoor. Maar Pieter, jij bent timmerman. Wat doe jij de hele dag? Het is eigenlijk heel divers. Ja? Ene dag sta ik op een woning eigenlijk allemaal kozijnen af te monteren. Ja. En nu heb ik echt een stukje maatwerk. Dus voor dit Velux raam maken we dan een paar balken erin. Voor het dak op te vangen. Dat is echt een stukje mooi werk. Mooi man. Waarom zou jij anderen een baan als timmerman bij de Vriezenburg gunnen? Nou, als je hier ook kijkt op dit project. Je ziet ook hoe schitterend werk heb. Ja. Gewoon veel diversiteit. Ja, geen timmer hè? Hier. Ja. Ja. En dan gewoon geen één dag hetzelfde is. Hé, hey, dankjewel Pieter. Ik moet me gaan melden bij Lennart. Dat is de uitvoerder, dus dan moet ik echt op tijd zijn. Nee, mag niet nooit te laat komen. Ja, oké. Jij redt je wel, hè? Yo, hoi! Hey Lennart! Hey, goedemorgen. Waar kan ik mee helpen? Je kan helpen met vulelementjes erin te leggen. En dit zijn dan de vulelementen? Ja. Die moeten tussen? Ja. Nou, ik zou zeggen, kijk, aan de bak. Appeltje eitje, dat is niet te doen dit. Vooral dat laatste stukje is kaarsrechter zaad. Ja, dat is een vakmannetje geweest. Hey, hoe lang werk je al bij de Vriezenburg? Sinds 2014, dus 6 jaar. Tjoe. Ja. En dan als timmerman en nu, wat ben je nu? Ik ben eerst begonnen als timmerman, toen als voorman, toen meewerkend uitvoerder. Ja, meewerkend uitvoerder, dat heb ik gezien. Ja. Van hop de beuk erin. Ja, dat is het mooiste. Ja, dat is mooi toch? Gewoon ook een beetje nadenken en doen. Ja. Mooi. Hey, en waarom werk je hier? Ik vind de Vriezenburg een schitterend mooi bedrijf. En, staan voor wat ze zeggen en afspraak is afspraak. Ja. En onderling? De onderlinge sfeer is leuk, is geweldig, het is altijd gezellig. Fluit het naar je werk? Ja, ik ga iedere morgen met plezier naar mijn werk. Lekker man. Zo even wachten met koffie, ik kan dit vind ik als waar. Ja. Mag je deze balk mag je gaan maken? Ja. Die moet hieruit gemaakt. Oké, dus ik dit heb is het voorbeeld. Gemaakt. Ja. Precies hetzelfde als die hier ligt. Jij denkt dat ik dat kan? Weet ik wel zeker dat jij dat kan. Even kijken. Mag doen. Nou, een beetje wel. Ja, nu. Ik kan natuurlijk niet uit losse polsen hier zomaar wat aftekenen, want dan klopt de maat niet meer. Top. We hebben even een vastloop. Even een stille onderbreking. En nu? Zeg het eens. Je hebt niet met dit beiteltje gedaan. Dat zou zo kunnen. Kijk eens. Ik denk dat we het even anders gaan doen. Ja. Kan jij dit doen? Dan ik hebben we het samen gemaakt. Want hier ga ik mijn handen niet aan branden. Nou Pieter,
Het moment van de waarheid. Ja, nu moeten we dat proberen. Nu moeten we gaan kijken. Dit is het, Piet. Hoe deed ik het? Ja, goed. Ja? Ging ja, lekker. Goed, ja. Ja, en dan even over mijn proefwerk. Ben ja. ik geslaagd? Ben ik geslaagd? Ben ik geslaagd? Ja, je bent geslaagd. Ja, ah, dit is lekker. Ben ik geslaagd. Mannen, bedankt. Ik vond het erg leuk. Ja. En ik zou zeggen, succes. Top, kom maar goed. Dankjewel. Ik kan niet meer thuis komen. Geslaagd. Nou, dat ging eigenlijk best wel lekker, maar dat heb ik helemaal te danken aan de goede uitleg van Pieter en Lennart. Ik vond het leuk om met ze mee te lopen vandaag en om te horen hoe het hier bevalt, het werken met de Vriezenverburg. Wat ik ook echt wel hoorde in hun verhaal is dat je hier ook echt kan timmeren, maar dat er ook heel veel afwisseling is en doorgroeimogelijkheden. Lijkt het jou leuk om te timmeren bij de Vriezenverburg? Dat kan. Laat het ons weten, want we zijn altijd op zoek naar toppers. Hoi!